Dit is Dylan. Hij lijdt sinds kleins af aan diabetes type 1. Zijn lichaam maakt geen insuline meer aan. Dylan moet dus regelmatig insuline spuiten. Hij gebruikt daarvoor een insulinepomp. Dit alles weerhoudt Dylan, die Indonesische roots heeft, er niet van zijn droom na te jagen. Een profvoetballer worden. Toen ik anderhalf was, werd diabetes bij mij ontdekt. Ja, ik zie andere mensen hoe ze zonder diabetes, maar ik weet eigenlijk niet beter dan met diabetes. En ja, het is wel heel zwaar, maar ik zorg gewoon dat alles gewoon goed gaat. Ik heb ook één keer in de drie maanden heb ik een onderzoek, één groot onderzoek in het jaar. En dan kijken ze hoe alles is met mij, zeg maar. Vind je het vervelend, leven met diabetes? Is wel zwaar, maar zolang ik zorg dat alles goed gaat, mijn waardes goed zijn, dan kan ik gewoon alles doen en is het niet zo heel zwaar. Ik ga de hond uitlaten. Oké. Okay. Fijne training, bro. Dank je, tot straks. Mam, ik ga trainen. Doei. Doeg. Hou je hoofd. Ja, ik vind het moeilijk om te leven met een broer die diabetes heeft, omdat het alleen maar met rekenen is in huis en over zijn waardes. En ik moet daar allemaal bij helpen, dus het is moeilijk. Het is heel moeilijk. Dit is Jordi, Dylans broer. Net als Dylan houdt ook Jordi zich in zijn vrije tijd bezig met voetbal. Leven met een diabetes in het gezin is niet makkelijk. Elke dag altijd rekening houden met je broer. Alsof alles in het gezin om Dylan draait. Ja, het is altijd hij en ik ben niet zo heel erg belangrijk altijd. Hij komt altijd voor, zeg maar. Ik ben vandaag hier omdat af en toe is het leuk om bij de training te kijken. De gevaren die kunnen optreden als je diabetes hebt en je hoge waardes hebt, dan kan het zijn dat je in coma raakt. Net zoals je lage waardes hebt, dat je in coma raakt. Je hart moet extra pompen om je lichaam goed in bedwang te houden. En daardoor moet je dus goed ingesteld zijn om te kunnen topsporten. Dit is Claudia, de moeder van Dylan en Jordi. Ze moet haar tijd zien te verdelen over haar werk, de zorg om Dylan die aan diabetes lijdt en Jordi die natuurlijk ook aandacht nodig heeft. Een zware taak voor een alleenstaande moeder. Ja, eigenlijk weet ik niet beter. Maar ik denk dat als hij geen diabetes zou hebben gehad, dat het veel meer rust heeft. Je hebt minder dat je bezig bent dat het fout kan gaan. Daar ben je eigenlijk de hele dag mee bezig. Dus ik denk dat er heel veel meer rust zou zijn. Even keer zien. Uitstekend. Goede actie. Als je goed ingesteld bent en goede medische zorg hebt, dan is het niet gevaarlijk om topsport te doen. Maar je moet gewoon continu zien dat je goed bent ingesteld. En ik kan me voorstellen, als je geen medische zorg hebt, zoals de kinderen in Indonesië, is het niet mogelijk om te sporten. Ik hoop gewoon dat hij dit volhoudt en het enige wat ik kan doen is hem steunen en zeker zijn suiker goed in de gaten houden, want zijn suiker staat op nummer 1. En ik hoop dat hij gezond blijft leven en serieus naar zichzelf blijft kijken. En dan weet ik zeker dat hij het echt gaat redden en ik doe alles om hem te steunen. Ik vind het heel moeilijk dat Dylan diabetes heeft, want
Hij wordt vaak voorgetrokken door zijn diabetes. Maar ik blijf hem altijd steunen in zijn voetbal en zijn diabetes. Ik hoop dat hij later een goede prof wordt bij een grote voetbalclub. Ik heb het op sommige momenten heb ik het wel heel moeilijk met mijn diabetes. Maar door mijn diabetes word ik erg zelfstandig en dat is ook een gunst voor de familie. Ik wil ook graag een voorbeeld zijn, worden, voor alle diabetes. Om te laten zien dat je met diabetes ook gewoon kan sporten. En dat vind ik heel belangrijk. Dit is dus het verhaal van een familie waarin één gezinslid aan diabetes lijdt. Net als u en ik hebben Claudia, Jordi en Dylan te maken met problemen en staan ze voor uitdagingen. Maar het belangrijkste is dat zij, net als u en ik, een droom hebben.